What's poppin' YouTube? Vandaag even een klein stukje rijden nog. Wat zodat het lekker weer is. Maar nu wordt het weer kouder. Carnaval komt eraan. En ja, dan kunnen we nou nog even een lekkere stukje door de stad heen rijden. Ik wil jullie gelijk even laten weten, ik heb nu twee maanden mijn rijbewijs. Ja, zeg drie. Maar echt, tot ik mijn motor ook heb, is 2 maanden. Dus 2 maanden mijn motor, 3 maanden mijn rijbewijs. En theorie vond ik het makkelijkste van allemaal. Toen ik me aanmeldde bij de rijschool, kon ik gelijk kiezen of ik daar een boek bij wilde hebben. En ik kreeg daar ook gelijk online trainingen bij. Ik heb toen gezegd ja, doe maar. Want theorie moet je toch halen. Ik zou daarna 3 weken later, 4 weken later op vakantie gaan. En dan kan ik mooi gelijk lekker aan het zwembad leren. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Geleerd. Ik kwam terug. Toen had ik ook nog... daar kreeg je 10 online uren training bij. Nou, daar heb ik eigenlijk het meeste aan gehad. Ik heb die examens online gemaakt. Nou, die waren eigenlijk identiek aan het examen. Niet de vragen, maar gewoon hoe het ging. Zelfde opstelling qua beelden. Nou, misschien zitten er zelfs wel dezelfde vragen bij. Weet ik niet meer precies, maar het was echt... De plaatjes waren hetzelfde, de tijd was hetzelfde. Maar het simpel is, je moet gewoon 50 vragen maken. 6. Sowieso mag je de fout hebben. 6 of 7. Volgens mij 6. Ik had dus die examens online gemaakt. En ja, daar had ik inderdaad wel eens een examen waar ik voor zakte. Soms in één keer slaagde. Degene die ik dan zakte, die maakte ik opnieuw. En dan kon je precies ook aan het eind zien wat je fout had gedaan. Dus als je dat had gedaan, dan... Als je daar zag wat je fout had gedaan, dan kon je in ieder geval checken wat je fout had gedaan. En dat helpt heel veel. Ik had meestal dezelfde vraagjes fout, dus dan kon je nog extra in verdiepen. Toen had ik mijn examens ingepland. Ik moest even uit mijn hoofd om 9:30 er zijn. Of om 10:00. Ik moest hem om 10:00 maken. Ik was al op tijd van mijn werk weggegaan, dus ik kwam daar om 9:30 al aan. Nou, aangemeld. En zei ze, ja, loop maar gelijk door, want er is plek. Nou, 9:30 eerder dan gepland is. Stap naar binnen, gaat je vragen maken. Markeert degene die je nog een keer wil checken. Wat ik dus ook had gedaan, dan is er een paar niet helemaal zeker. Toen kwam ik op het einde en toen dacht ik, ja, ga ik die vragen nu opnieuw doen, checken. Of geloof ik het wel? Nou, wat ze zeggen, meestal is je eerste antwoord gewoon die klopt. Daar moet je vanuit gaan. Als je instinct. Nou ja, ik denk ja, ga ik het doen? Nou ja, dat deed ik dus. En toen bleek dat ik, bleek ik maar 2 fouten hebben. Dus ja, ik was natuurlijk hartstikke blij. Nou, die 2 foutjes, ik heb niet eens meer gekeken welke het waren. Ik geloofde het wel, ik was blij. Ik dacht nou, als alles in één keer gaat. Maar helaas, dat was niet zo. Mijn eerste bijzondere verrichtingen, je eerste deel van je examen, zakte ik. Het was 32 graden, ik zat vol in dat zweetpak. Een instructrice uit Goes, ik moest afrijden in Etten, Leur. Zij kwam daar invallen omdat er veel mensen met vakantie waren. Nou, ik weet niet wat ze had, maar ze vond dat ik mijn... ik deed een langzame slalom eerst. Toen deed ik eigenlijk voor mijn doen perfect. Maar zij vond dat ik het niet genoeg deed met trekkende koppeling. Nou ja, daarna nog een keer geprobeerd, ja, toen raakte ik een pion, dus die was fout. Nou, daarna kreeg ik het achtje. Nou, ook gedaan. Ja, weer hetzelfde. Je doet het niet genoeg met trekkende motor. Ja, kom op. Ik heb het zo altijd gedaan. Ik had ook mijn eigen rijschoolinstructeur niet mee. Ik had die was vrij die dag, dus ik had iemand anders mee. Ja, die man was helaas meer bezig op zijn telefoon
dan... was meer bezig op zijn telefoon dan dat hij op mij aan het letten was. Want ja, hun mogen gewoon meelopen en mogen er wat van zeggen. Ja, dat deed hij totaal niet. Dus ik was al... ik was al chagrijnig, zeg maar. Ja, toen zei ze ook, ja, je deed de rest gewoon goed, maar het is net niet voldoende. Ja, je mag het nog een keer doen. Dus ja, dat was echt natuurlijk enorm piep. Toen, dat was volgens mij begin augustus en ik kom pas eind augustus weer op. Daar zat gewoon 5 weken tussen. Ja, dat is gewoon echt enorm. Want ik kende de oefeningen gewoon. Maar je moet gewoon wachten tot er weer tijd is bij het CBR. Ja, in de zomer is het natuurlijk druk. Ik dacht dat het alleen in de zomer was, maar... Nou, prima. 4 weken gewacht, niet te veel lessen genomen. Ik heb denk ik nog 2 extra uurtjes genomen. Ik kon het gewoon, dus ik... Dus die 2 extra uurtjes nog even besteed aan meer trekkende kop... meer met de trekkende motor rijden. Nou, dat ging allemaal prima. Daarna opnieuw op. En die man zei gewoon alles, je doet alles perfect. Het was in één keer goed, prima, geslaagd. Nou, had dat niet de eerste keer zo kunnen zijn, denk ik dan. Ik heb niks veranderd, maar goed. Dus toen mocht ik de weg op. Ook nog een paar lesjes gedaan. Nou, toen mocht ik begin... Nee, een dag na mijn verjaardag mocht ik op. 17 oktober. Ik hoop niet dat je in één keer moet remmen, vrouwtje. Dus toen moest ik op. Afrijden. Rondje door de polder. Ging allemaal prima. Alleen... ik vond het allemaal prima gaan. Alleen bleek het dat ik... toen ik bij hem in gesprek zat na de hand... Dat ik blijkbaar een kruispunt... Waar geen stopbord stond... Maar wel een onoverzichtelijk kruispunt... Rustig had moeten benaderen. Zelfs even had moeten stoppen. Terwijl ik daar gewoon links, rechts, rechts, links, rechts keek. En doorreed. Hij vond dus dat ik te onveilig reed. Ook voor mezelf. Nou ja, ik kan er op zich wel in komen. Maar ja, was wel balen. Dus ik dacht natuurlijk, ja, nou, gaan we op. Dat gaat niet te lang duren. Misschien 2 of 3 weekjes. Nee hoor, weer 6 weken. Ik kom pas half november op. Ja, dat was natuurlijk een... Het is lekker druk vandaag. Knippenlicht. Jongen, jongen. Dus toen... ja... Opnieuw aanvragen, weer 6 weken wachten. Kom op jongens, 6 weken. Het was winter. Ik moest wachten tot half november. Ja, toen heb ik hem gelijk gehaald. In één keer alles goed, wederom niks aan te merken. Niet extra veel lessen gepakt. Ook weer 2 uurtjes volgens mij. Omdat wederom, ik kon gewoon rijden. Dus dat was het probleem niet. Ah, toen had ik natuurlijk het papiertje. Ja, toen moest de motor er nog komen. Zoals mijn moeder altijd zegt, als ik iets wil hebben, dan komt het er ook. Dus we doen deze Hornet gehaald. En zo is het verhaal eigenlijk van mijn rijbewijs gegaan. Ik werd eigenlijk... ik was eigenlijk helemaal niet van de motors of iets. Begin vorig jaar zelfs nog niet. Mijn baas heeft een mooie Ducati. En... ja, die zei, ja, je moet gewoon een keer een lesje nemen en dan moet je kijken of je dat vindt. Volgens mij is het al wat voor jou. Dus dat heb ik gedaan. Lesje genomen. Nou ja, verkocht. Ik zal niet de enige zijn waarbij dat gebeurd is waarschijnlijk. Maar zo gaan die dingen. Nou krijg ik ook steeds meer interesse. Nu krijg ik ook steeds meer interesse.
Je gaat nu ook naar andere motors kijken, je gaat je er wat in verdiepen. Lekker yoga pick. Je gaat je er wat in verdiepen. Zo kwam ik vandaag een. Ik was helemaal niet van de KTM's, maar ik kwam vandaag een super duke 1260S tegen volgens mij. Een hele zwarte. Dat zag er ook wel weer heel sexy uit. Maar ja, die zit in een iets andere prijskategorie als waar deze motor in zit. Mijn theorie lessen trouwens online, die kun je ook gewoon online kopen. Het is theorie-leren.nl. Daar kun je volgens mij voor 35 euro of 40 euro een boek en de online theorie van 10 lesuren kopen. Nou ja, ik had er maar 5 uur van besteed, dus ik heb mijn boek plus mijn overige 5 uurtjes nog even doorverkocht. Zodoende was ik maar 20 euro kwijt eigenlijk. Dat is wel echt super lekker. Het zijn van die grote voordelen aan motorrijden. Lekker vooraan gaan staan. Als jullie nog vragen hebben over mijn examen of over jullie examen die jullie willen gaan doen. Als je iets wil weten en dan kan je ergens bij helpen, laat het even weten in de comments. Misschien kan ik je een tip geven of kan ik je helpen. Ik zal de link waar ik mijn examen vandaan kwam, ook al had ik hem bij de dingen gehaald, bij de rijschool. Even in de description zetten. Dan kun je die in ieder geval terugvinden. Misschien heb je er wat aan.